kindertjes. Ik dacht, ik kom vlak voordat het weekend begint nog heel eventjes online met jullie even een beetje kletsen. Want dat doe ik graag. En let niet op mijn lip, die is helemaal kapot. Beetje te droog en op zitten knagen. En doe je het ook wel eens? Ja, nou ja, niet op letten. Liever op haakwerk letten, want daar kom je misschien voor. Daar ken je misschien van. Misschien ken je ook al gewoon van het slappige klets. Ik ben deze aan het haken. Een corner-to-corner granny steak. Super leuk vind ik hem. Kun je van alles nog wat mee doen? Er komen twee projecten van in de baby call. Eentje is dus een deken of vloerkleed of boxkleed. Ik ga je uitleggen wat de verschillende maten zijn en uitleggen hoe je dat kunt doen. En de andere wordt een project waar je of een hartje of een sterretje van kunt maken met dus vierkanten. Dus niet een heel groot project, maar losse projectjes. Dus er komt twee keer soort van die corner-to-corner granny komt erin. Twee keer op een hele andere manier, zodat je de steek echt goed leert kennen en daarna lekker zelf creatief daarmee los kan. Dat leek me heel erg leuk. En de andere die erin komt, ook weer met maten erbij. Voor als je nou zegt, nou ik wil er wel een wiegdekentje van. Of een maxi-cosi dekentje. Of als vloerkleed zou ik deze best wel heel erg druk vinden. Maar goed, die komt er ook in. De zigzag granny. Ook hartstikke leuk. En er komt natuurlijk, leg ik ook uit, hoe je een granny met verschillende kleuren maakt. Gewoon de meest klassieke, hoe je een dichte granny maakt. Zodat je nou helemaal los kunt met granny dingen en baby dingen. En die dan gecombineerd. En dan komt het helemaal goed, denk ik. Er staat hier ook al een, op de dicht hier ook al een proefje van een heel klein schattig baby vestje in de granny steak. Super druk mee bezig dus, met alle baby dingen. Super leuk. Ik hoop hem ergens halverwege februari te lanceren en dat er dan in totaal 10 projecten komen, elke week één project. Met daarbij natuurlijk de slag om de arm dat één week voor sommige mensen te kort zal zijn voor een project. En dat je misschien niet alle 10 projecten mooi vindt. Dat kan natuurlijk, dat mag, dat hoeft ook niet. Dat is als je een boek koopt, is dat vaak ook zo. Maar ik hoop dat er in ieder geval voor iedereen dan wat bij zit. Ik weet nog niet of ik alle 10 projecten al af heb voordat ik hem verkoop als cursus. Dat denk ik eigenlijk niet, want dan hou je ook nog een beetje het verrassingselement. En dat is ook wel leuk. Dus er komen verschillende projectjes in aan dekens en mandjes en misschien wel een knuffeldoekje of een rammelaar. Of nou ja, hè? Gewoon leuke babydingetjes. Die je ook goed in maat kunt aanpassen dat je er totaal iets anders van maakt. Als je geen baby in huis hebt en daar ook geen plannen meer toe hebt. Dus daar ben ik zo'n beetje hier mee bezig. Ik heb ook een klein beginnetje gemaakt aan de Harbor deken van Attic 24. Die vanaf vorige week online staat. Daar heb ik nu de eerste 7 kleuren of zo van. Die ga ik in de color wash variant maken. Maar ik kom daar eigenlijk niet helemaal aan toe. Omdat er dus zoveel andere projecten liggen die nu voor de baby call toch lekker gemaakt moeten worden. Deze bijvoorbeeld ook. Het is toch leuker als die af is. Dat je kunt laten zien, kijk, zo zwaar is die dan ook bijvoorbeeld. En zo groot is die geworden met waar ik voor gekozen heb. En zoveel garen is erin gegaan. En zo maak je de rand. Ja, en daarvoor moet die toch af zijn. Anders kan ik de rand er bijvoorbeeld niet omheen laten zien hoe dat moet. Dus ja, het is ook gewoon een kwestie van heel veel haken voordat ik de cursus kan verkopen. Maar ik hoop dat ik daar in de komende 3-4 weken nog zo ver mee kom dat ik hem lekker aan jullie kan verkopen voordat mijn eigen verlof ingaat. Zodat jullie lekker daarmee aan de slag kunnen de komende tijd. Dan kan ik alles lekker inplannen. Dan komt er elke week een nieuw stuk online. En dan ben ik er natuurlijk voor vragen en zo. En dan kunnen jullie de vragen ook weer aan elkaar stellen in de groepspagina. Dat gaat eigenlijk altijd heel erg goed. De nieuwsbrief is er weer uitgegaan vandaag. Check even je spam als je je wel geabonneerd hebt, maar je krijgt hem niet. En denk je nu, nieuwsbrief, hoezo dan? Dan kun je me even een berichtje sturen met je naam en je e-mailadres. Dan kun je daaraan meedoen. Of je scrolt even in de Facebookpagina en dan zoek je naar de winactie. Als je raadt hoeveel meter garen ik opgebruikt heb het afgelopen jaar, dan kun je een van de 250 euro te goed cadeaubonnen winnen en dan sta je daarna ook op de nieuwsbrief. Dus dat zijn ook nog zo eens wat van die mogelijkheden om te doen. Een ander leuk ding wat vandaag in de nieuwsbrief stond en van de week ook al in de groepspagina is over het boekje van de Y Café. Het is een boekje wat ik echt kan aanraden. Heb ik hem hier liggen? Ja, klein boekje. Niet zo dik ook. Je leest hem in een regenachtige middag, lees je hem uit. Gaat over waarom ben je hier, ben je bang voor de dood? Een belangrijke vraag natuurlijk. En voel je je vervuld in dat wat je doet? Grote levensvragen, maar op een hele humoristische manier gebracht, vind ik. En ja, ik vind het heel erg passen bij de tijd van het jaar. Als je
weer zo'n beetje in de goede voornemers zit, maar daar eigenlijk ook alweer een beetje van afgestapt bent. Hè? We noemen de meeste mensen die eerste week van januari, die gaat nog wel, maar nu liggen je voornemens soms alweer in de kast. En dat geeft niet, dat maakt niet uit. Maar ik ben gewoon heel benieuwd hoe andere mensen daarover denken. En ik denk dat je wel meer uit het leven kunt halen als je een beetje bewust leeft. En dat boekje gaat daarover. Evelien vraagt, die Tunische mandala. Staat die korte cursus daarvan nog online en kan ik hem vinden? De Tunische mandala, de gratis haakpatroon, die staat sowieso nog op de website. En de workshop die ik daarover gegeven heb, die is te vinden in de club, Evelien. Ik weet niet zeker of je daar lid van bent. Ik weet dat niet van iedereen uit mijn hoofd. In de club onder workshopopnames staan 4 mandala workshops. Die je dus kunt terugkijken op je eigen tempo en dan ook kunt pauzeren en zo. Dus dat kun je doen. Ik denk er nog wel eens over om de workshopopnames ook als losse cursus te koop aan te bieden. Omdat veel mensen toch niet zitten te wachten op een abonnement, geven ze dan aan. Hè, van, ik kan dit bedrag niet maandelijks missen. Dus ik zou van de workshops eventueel nog een los aan te schaffen cursus kunnen maken. Dat je bijvoorbeeld alle workshops van 2021 voor een vast bedrag kunt kopen. En dan alle workshops van 2022 weer voor een vast bedrag. Zoiets. Daar ben ik nog niet helemaal uit. Wat dat dan zou moeten kosten en zo. Dus dat zou nog een mogelijkheid zijn. Dat ik daar een losse cursus van maak. Dan zou ik aan een bedrag denken van... Ja, nou, daar moet ik even over nadenken, Evelien. Zou je dat dan fijn vinden, Evelien? Als je zegt van nou, die abonnee worden wil ik niet. Maar alle workshops terug kunnen kijken van vorig jaar, dat wil ik eigenlijk wel. Dat zijn er uit mijn hoofd 14. En als je dat zou willen, dan kan ik even kijken wat ik daar voor prijs aan hang. Daar moet ik even over nadenken. Maar zou je dat willen? Zou je dat dan doen? Want ik wil er best over nadenken. Maar als je van tevoren al zegt, ja, ga ik geen geld voor betalen, dan hoef ik er nu niet over na te denken. En Claudia zegt ook, daar was ik ook naar op zoek. Ja, nou dan moeten we dus even... Het zijn er 4 workshops van mandala's. Dat weet ik nog wel, die vorig jaar via Facebook Live gegeven zijn. Ook dat heb ik vandaag gedaan, een nieuwe Facebook Live inplannen voor hartjes haken, Valentijnsdag haken. Ik ga in ieder geval 1 verschillend hartje laten zien hoe je die stap voor stap kunt maken. Maar waarschijnlijk worden het er veel, of een aantal meer. Dan moet ik even proefhaken, want dan weet ik ongeveer hoeveel ik er in 1,5 uur uit kan leggen. Ik denk dat het 1 of 2 verschillende patroontjes worden, zodat je een beetje kunt kijken wat je zelf leuker vindt. En die workshop die geef ik dan online, kun je gratis meedoen, kun je bepalen wat je het eventueel waard vindt, als je er een donatie voor wil doen. En dan kun je de opnames weer terugkijken in de club. Want na 24 uur haal ik ze weer van Facebook af ongeveer. Jacqueline zegt, je haakt niet alleen snel, je praat ook nog snel. Ja, klopt. Het snelle praten wel, ja. Snap ik ook al, Claudia, dat het kosten nou helemaal oplopen op het moment met de inflatie overal. Maar ja, ik hoop dat je ook snapt dat, zeg maar, ik wil het niet... Ik kan niet alles gratis blijven weggeven. Er is al heel veel gratis. Dus vandaag ook weer een Yuletide mandala van Attic24. Gratis haakpatroon online gekomen. Nou, daar ben ik dan eigenlijk de hele ochtend mee bezig geweest om dat te vertalen. Dus ja, ik moet ook gewoon activiteiten doen waar wel wat geld tegenover staat. En ja, bijvoorbeeld die workshops, opnames. Ja, dat is nu echt wel een voordeel van lid zijn van de club. Dat je daar dan onbeperkt bij kan. Dus ja, als ik die dan maar voor 1 euro of zo zou verkopen, dan denken misschien de mensen die een clubabonnement hebben van hé, dat is een beetje raar, want ik betaal per maand meer. Dus dan moet ik even naar kijken wat dan een logische prijsstelling is, dat het goed voelt waar ik die 14 workshops voor zou willen verkopen. Nou, daar moet ik gewoon even voor zitten. Dat is alles. Nou, ik... De Attic 24 nieuwste staat online. Deel 2, volgende week komt deel 3. Deel 3 komt wel wat later op de dag, want ik heb volgende week een echo, 's ochtends vroeg. Dus dan zit ik niet meteen al achter mijn laptopje te typen, zodra de zon op is. Mogen we nog even een laatste keer bij het babytje spieken hoe het met haar gaat.
We hadden de vorige keer alles kunnen zien, behalve of mijn placenta voor de baarmoedermond ligt. Nou is er geen enkele reden om dat te denken. Ik heb geen bloedingen gehad of zo. Maar dat is toch wel net even zo'n ding wat je echt zeker wilt weten. Want een placenta voor de baarmoedermond kun je niet veilig van bevallen thuis. Heel groot risico op heel veel bloedingen en zo. Dus dat moet gewoon nog even gecheckt worden. Dus dat gaan we volgende week even doen. En de kindjes mogen ook mee. Dus eigenlijk is het een heel leuk uitje om nog even bij de baby te kijken. Ik ben geen fan van eindeloos veel echo's. Maar dit lijkt me dan toch wel weer even een gezellig momentje. Het is de derde echo voor deze baby, dus op zich valt dat ook wel mee. En de vorige twee echo's heeft ze heel positief op gereageerd. Niet heel druk of gek of zo. Zoals bij de oudste wel het geval was, die vond er niet zoveel aan. Dus nou, dat gaan we volgende week gewoon nog even bekijken. En dan komt dus de Harbor Call iets later online. Maar goed, dan kunnen de mensen die meedoen volgens mij, kunnen daar maar mee leven, denk ik. Dus ik ben ook nog bezig geweest met wat mozaïekpatroontjes. Ik merk toch dat er steeds meer vraag naar is, naar workshops op het gebied van mozaïekhaken. Dus ook daar komt een cursus van. En in die cursus komt dan de gewone mozaïekhaken techniek, zoals ik die ook al wel vaker heb uitgelegd. En dan de interlocking mozaïekhaken techniek, want die is echt ingewikkelder. En vooral is de uitleg die ik in het Nederlands tot nu toe kan vinden vaak gewoon een beetje beroerd. En dan is er nog een derde manier van mozaïekhaken met losse en vaste ruimtes. Dus die ga ik dan ook in dezelfde cursus uitleggen. Er wordt nog gevraagd wanneer ben je uitgerekend. Ik ben in april uitgerekend. En haar, dus we krijgen inderdaad weer een dochtertje. Dat was de uitkomst van de vorige echo in ieder geval. Je hoort nog steeds wel eens hè, dat mensen toch ineens iets anders krijgen dan dat ze denken. Maar op de 20 weken echo was te zien dat er een dochtertje in mijn buik zit. Dus dat gaat goed. Anja vraagt nog, hoe gaat het met de 1000 uur buiten challenge? Nou, leuke vraag Anja. Voor de kinderen best wel aardig. Voor mij niet zo heel denderend moet ik zeggen. Ik ben wat ziek geweest. Rondom kerst veel snot en hoesten. En daarna nog buikgriep. Nadat mijn zoontje dat had gehad. Dus ik zit nu denk ik pas op de 10 à 15 uur. Niet heel denderend. De kinderen proberen wel een uur per dag buiten te zijn. Dus dat is lekker. Het lukt ze over het algemeen ook goed. De oudste is aan het oefenen met skileren. We hebben de middelste een skippybal cadeau gedaan. En de jongste heeft een nieuwe loopfiets gekregen op zijn verjaardag vorige week. Of twee weken geleden. Dus ja, de kindjes zijn wel ongeveer een uur of twee per dag buiten. Zeker de oudste lukt dat goed. En ze vinden het ook leuk om de vakjes aan te kruisen. En ik heb het vandaag met ze erover gehad. Dat als de hele kleurplaat vol is van de 1000 uren. Dan gaan we een beamer van iemand lenen. En dan doen we een thuisbioscoopje. We hebben namelijk geen televisie in huis, dus onze kinderen zijn gewend om altijd, als ze al iets mogen kijken, dan kijken ze op de iPad of op mijn laptop. Het is natuurlijk een heel klein scherm. En zo vaak mogen ze niks kijken. Dus zorgen we er dan voor dat ze een keer een thuisbioscoopje mogen. Oh. Er wordt in de gang heel hard gehuild. Ik doe even de deur dicht, mijn man is erbij. Ja, Jolanda, ja precies. Ja, dat, soms had je dat, hè? 5 echo's met een meisje en dan krijg je uiteindelijk een zoon. Het gebeurt niet zo vaak meer, maar het gebeurt nog wel eens. Dus we hebben nog maar 1 echo gehad waarin we zagen dat het een meisje was. We zijn van de nogal genderneutrale kleurtjes en zo. Dus mocht het toch uit de volgende echo blijken dat het een jongetje is, is het ook goed. Dan moeten we alleen nog even een naam bedenken. Dat zou dan wel echt even stress geven, denk ik, als we nu nog een jongetje naam moeten bedenken. Maar goed, ach, je hebt ook 3 dagen voordat je zo'n kind aangeeft en dan verzinnen we wel heel moois. Ik heb een beetje een discotheek hier volgens mij. En gelukkig Jolanda ook, alles neutraal, ja. Ja, het is ook onze 4e, dus we hebben eigenlijk qua kleertjes en zo, hebben we alles. We hadden zoiets van, nou, als we hadden gehoord dat het een jongetje was, dan hadden we alle echte meisjesdingen er wel een beetje uitgehaald. Ik vind het toch makkelijker om een meisje wat jongensachtige kleren aan te doen dan om een jongetje wat meisjesachtige kleren aan te doen. Maar, dat zien we dan weer. Nou. Volgens mij zijn er wat hulp nodig beneden. Er moet worden gekookt en er is toch echt wel een heel verdrietig kind. Dus ik ga mij eens eventjes moederen in plaats van werken. En ik vond het leuk om even tegen jullie aan te kletsen zo aan het eind van de week. Ik hoop volgende week het weer wat vaker te kunnen doen. Dit soort kletsmomentjes, nu ik me weer goed voel. En
Ja, ik hoop dat jullie een heel erg fijn weekend hebben met lekker veel rustige haakmomentjes. Met ook af en toe een frisse neus buiten. Ga alsjeblieft niet met z'n allen tegelijkertijd alle winkels platlopen nu ze weer open mogen. Maar doe een beetje verstandig en zo. Wees een beetje lief. En geniet van de dingen. We hebben hier morgen een kinderfeest. En zondag gaan we naar een kinderfeestje toe. Dus toch wel weer druk. Maar ook wel weer druk met hele leuke en nuttige dingen. Nou, die lamp die gaat misschien inderdaad binnenkort een keer stuk. Ik wens jullie een heel fijn weekend. En veel liefde en rust en gezelligheid. En ik ben heel benieuwd voor de mensen die dat boekje via mijn nieuwsbrief hebben gekocht. Of via de groepslink. Wat je ervan vindt. Want ik ben er zelf best wel enthousiast over. Dus als je daarover wil sparren of zo. Of als je zegt van nou ik vond het echt niks. Of ik vond het heel leuk. Dan vind ik het leuk als je dat even laat weten. Want er zijn iets van 20 of 30 mensen volgens mij die het boekje inmiddels hebben besteld. Via mijn collega ondernemer. Dus leuk als je dat laat weten. En sowieso altijd leuk als jullie foto's sturen van wat je aan het haken bent. En daar word ik blij van. Fijn weekend allemaal. En tot gauw weer. En bij vragen weet je me te vinden. En weet je elkaar te vinden. En weet je ook elkaar te helpen en zo. Doeg!